ervan? Ik neem de katten mee en ik kom nooit meer terug. Die mogen ze dan aan iemand geven die het verdient. Het is natuurlijk ook veel minder geld in de maand, omdat ik een dag minder in de week werk. Susanna wil een soort van sexy foto maken. Really, no. Right? Ja, yeah, it's more fashionable. En zeg maar zo'n heel bekend merk, verkoopt ook dit soort dingen. Het is even eroverheen gepast. Met Rebecca's Halloween feestje, een soort van... Zie je op mijn open hoofd het zo? Ja, jouw lippen zijn echt heel klein daar. Goedemorgen, maar welkom bij een nieuwe weekvlog. De katten zijn echt als een malle aan het grommen omdat ze het tilapia hebben. Of, ja. Het is vandaag studiedag. Volgens mij vindt niemand studiedag leuk, behalve ik. Al is het alleen maar omdat ik gewoon echt... 3 kwartier later op school te zijn. Normaal een half uur, nu 3 kwartier. Echt hemel. En dan nog 2 dagen werken en dan ben ik alweer donderdag vrij. En ik ben dus niet naar het WFC geweest, maar ik heb zoveel zin om weer te gaan. Dus dat ga ik denk ik doen, maar ik weet het niet zeker. Ja, ik heb mijn pantsbloesje aan. En rokje. En ik ga nu even tijd voor mijn lekkere voedsel. Appel en kaneel. En banaanpannenkoek. En toen was ik weer thuis, jongens. Ik ben dus heel erg ongesteld. En ik heb het heel erg koud. Ik ben, deze studiedag duurde echt heel erg lang. Omdat het een beetje een studiedag is waarin we heel veel tijd hadden om zelf dingetjes te doen. En dan gaat de dag echt heel erg lang. Ruby was thuis, heeft orders gemaakt en dingetjes gaan. We hebben nieuwe sieraden binnen. Die ga ik even sorteren. Kijk, deze is echt heel leuk. We hebben nieuw. Die noemen we de Wicked Things. Echt heel erg mooi. Je hoort dan ook een ring bij. Dat gaat hij nooit echt scherp stellen. Deze is heel tof. Super mooi. Staan al op de site. Zijn nog niet gekocht, maar ze zijn zo mooi. Dit zijn echt mijn favoriete kettingen. Die zijn weer aangevuld. Super gaaf. Er zitten dus ook armbandjes bij. En ook ringen. Echt heel vet. Deze zijn weer aangevuld. Ik wil opslag. Wauw. Deze is echt heel mooi. Kijk. Kijk hoe chic. Vet mooi. En met een matching ring. Matching puist ook. Wow, ik ben wit. Halleluja. Dit is echt charmantste maskers op de aarde. Ik zit hier met een masker van Babour. Bobby werd helemaal dol, want hij heeft dit dus nog nooit meegemaakt. Bobby. Bobby. Wat vind je ervan? Niet zo interessant, hè? Ik heb dus heel erg slechte huid nu. Ook omdat ik ongesteld ben vooral hoor, denk ik. En ik zit er dan een beetje aan te pulken. Maar normaal neem ik dan dus zo'n zwart detox masker. Maar ik dacht nee, dit komt echt van binnenuit. Dus het heeft geen zin om dat nu te doen. Maar ik moet juist even wat voeding krijgen. Goed eten en zo, maar ook even een voedend maskertje, denk ik. Dus zoveel uitslag hier. Jammer. En Ruben is even in de... een drankje doen met Lisa. En ik ga dit weer even laten intrekken. Ik ben even bezig aan 2 weken vlog. Het laatste deel erachter plakken. En dan doe ik morgen de laatste edit. De tweede edit. En dan ga ik hierna slapen. Dus. Oh ja, nog even de foto's van de nieuwe sieraadjes. Ondertussen erop zetten. Kan dit? Ja. Yeah. Ik weet dat het er niet uitziet. Nee, je moet naar beneden kijken een beetje. Oh, let op. Kijk dit. Ik weet het. Als ik ooit straks binnenkom en jij ziet er zo uit. Ik neem de katten mee en ik kom nooit meer terug. Goedemorgen allemaal. Ik heb een vraagje. Wie vindt het ook irritant als mensen geen goeiemorgen of tot morgen of doei zeggen? Ik ben benieuwd of ik de enige ben. Ik heb ontzettend veel poeder op. Ja. Heel moe. Ja, ik ben echt heel moe. Ik weet ook niet hoe het komt. Maar wel weer zin in de dag. En dinsdag gaat het lekker. Want dan zijn de kinderen naar gym meteen in de ochtend. En we hebben vandaag een voorstelling. Iets met, ja, met science heet dat. Superleuk. Lekker dagje. Ik ga even mijn bord klaarmaken. En dan ga ik er weer tegenaan. Thank you.
we ons avondeten twee koolhydraatarme crackers. Dit heeft dus 70% minder koolhydraten per 100 gram, iets van 14 gram. Ik eet dus niet echt koolhydraatarm, maar ik probeer zo min mogelijk koolhydraten te eten. Zoals daar is pasta, dat mag ik dus niet. Met light kruidenkaas en komkommer en dit met hummus. Dus het is echt niet dat ik geen koolhydraten eet, maar gewoon echt een stuk minder. En het zijn best wel dikke crackers. Maar niet, hè? Wat chill voor luie mensen. Die oogjes, kraaltjes. Yes, het is 13 over 8. En hij gaat nu renderen. Dus dan is hij 8, 9, 10. En dan is hij hopelijk om 10:30 klaar. Hallo? Oh, kom maar liggen. Niet in de tas. Kom maar. Lekker liggen. Lekker liggen. Veel te lang gespeeld. Gaan we nu even slapen met deze. Het is 10:15 en ik eet een appeltje met kaneel. Oké, we zijn in het thema van de kinderboekenweek vriendschapsarmbandjes aan het maken. Dus ik heb voor iedereen twee touwtjes en een plakbandje. En een knoop. En dan moeten ze hier een wat groter kraaltje pakken. Dit is van de Action. Alleen de grote, want de kleine lukken niet. En dan na elk kraaltje moet je dan een knoopje leggen. En dan wordt het een heel leuk speels armbandje. Die mogen ze dan aan iemand geven die het verdient. Of een vriendje of een vriendinnetje. Hallo, ik heb het overdag gedaan met mijn duo. Goeie overdracht. En ik wil de zon in, want het is echt super mooi weer. En volgens mij zijn heel veel al weg. Het is nog een beetje te vroeg. Stil hier. Ik heb een pakketje. En het ziet er echt super cool uit. Ik vind haarproducten altijd heel leuk om te ontvangen. Net als gezichtsbereidigingsproducten en zo. Dat gebruik je altijd wel. Alleen als ik iets heb, dan is het dik haar. En ik stel het eigenlijk juist omdat het best wel dik is en pluizig. Maar eigenlijk omdat het nu zo lang is, mijn haar. Als ik het stel, wordt het best wel slappig. Dus misschien is het wel een leuk speel voor mij. Even kijken. Ik denk dat ik deze drie producten heb ontvangen. Meestal hou ik niet van verdikkende haarspullen. Maar ik vind het altijd heel leuk om te testen. Wow, het is best wel veel. Bumble & Bumble BB Thickening Volume Conditioner. Ik weet dat heel veel mensen hier heel blij mee zijn. Zoals mijn beste vriendin. Die heeft heel erg dun haar bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd wat het met mijn haar doet. Ja, ik hou dus niet van volume bij mezelf. Maar ik ben wel benieuwd om het te testen. Maar ik denk dat ik het uiteindelijk aan iemand anders moet gaan geven. Maar ik wil het wel proberen. Het ziet er namelijk heel vet uit. Ik ben benieuwd of deze lijn zeg maar ook producten heeft voor bijvoorbeeld pluishaar of dat soort dingen. Want dun haar is natuurlijk een categorie van wat voor soort haar jij hebt. En die categorie is echt denk ik de laatste categorie waar mijn haar binnenvalt. Jammer, want ik ben er echt heel benieuwd naar. Het ziet er super cool uit. Bumble & Bumble. Dry Spun Texture Spray. Oh, ik ben nu echt heel benieuwd. Ik ga het eens vragen of ze ook producten hebben met andere categorieën. Snap je wat ik bedoel? Blow Dry Cream. Het belooft echt wat. Het ziet er echt heel cool uit. Het zijn ook echt heel veel producten. Dus je kunt echt compleet alles testen. Ik weet niet of ik het ga testen of het zonde is misschien om het te doen. Ik wil niet dik. Ik wil geen dikke haar. Echt heel dik haar. Ik ben zo benieuwd. Bumble & Bumble. Het klinkt echt mega leuk. In ieder geval super blij hiermee. En ik heb net de vaatwasser gedaan met Ruben. En hij gaat nu koken. Maar het is weer gerecht met rijst en zo. Dus ik weet niet of ik dat gerecht kan eten of er wat van overblijft. En ik heb net wat wordt ertussen gegeten. Dus anders eet ik weer zo'n koolhydraatarme cracker. Anders denk ik nog altijd beter. Ik keek ook naar mijn weekvlog en ik dacht van ja, ik zeg koolhydraatarm. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ik eet helemaal niet koolhydraatarm. Maar ik vermijd gewoon heel erg brood, pasta, rijst, aardappel, dat soort koolhydraatdingen. En niet zozeer koolhydraten in fruit. Ik bedoel, ik eet niet te veel fruit, maar ik eet wel bijvoorbeeld twee stuks fruit. En ik eet wel die banaan-ei-pannenkoekjes. Terwijl als je koolhydraatarm doet, is dat helemaal niet heel goed. Maar ik vermijd dus echt, ik weet niet of daar een term voor is, de deegwaren, granen. Er is me ooit wel eens verteld dat ik daar heel dik van werd. En dat is dieet dat ik echt nooit echt heb willen doen. Omdat ik hou van aardappel, ik hou van brood, ik hou van pasta. Ik vind zeg maar droge pasta, droge aardappels, droge rijst zo lekker. Dus ja. En ik heb nu weer appeltaartthee met een beetje sojamelk. En dat is ook niet heel slecht of zo. Want dat is echt, nou ja, zo'n laagje light sojamelk. Dus. En daardoor drink ik lekker veel. Dat is super chill. En ik ga even GTS kijken. En Ruben gaat koken. Ook niet koolhydraatarm hoor. Falafelballetjes. Maar falafelballetjes, broccoli. En yoghurtsaus. En komkommer. Ik vind het, volgens mij is het helemaal prima om zo te eten. Goedemorgen, nieuw shirt. Ik moet dat echt niet vertonen. Ik ga mijn haar wassen. Goedemorgen allemaal.
Ruben is dus vandaag, hij heeft 3 dagen in Arnhem een soort van iets voor school. Dus daarvoor is hij met de auto weg. Echt super jammer. En ik kan dan heel erg balen dat ik de hele tijd denk, wat kan ik doen, wat kan ik doen? Ik moet iets doen, want ik wil echt die donderdag... Ik bedoel, het is natuurlijk ook veel minder geld in de maand, doordat ik een dag minder in de week werk. Dat is geen relaxdag. Ik wil echt dingen doen. Maar ik ben nu al zoveel uren gisteren en vandaag aan het nadenken over wat ga ik doen. En dat ik niks kan bedenken, dat ik maar denk, oké, voor deze keer accepteer ik het maar. Dus ik ga gewoon... Weet je, ik zie er ook zo moe en mijn huid is zo slecht. Even een maskertje op. Even lekker met de katten. Even een serietje kijken. En dan zullen jullie wel denken, ja, dat is hartstikke goed voor je. Maar ik voel het echt wel aan mezelf als ik daar behoefte aan heb. Ik heb er oprecht geen behoefte aan. Ik wilde echt liever wat dingetjes doen in on the go filmen, dat soort dingen. En dan denk ik, de dingen die ik buiten de deur wilde doen, dat is dan naar de zonnebank gaan. Of even nog boodschappen doen. Of even orders brengen. Dan denk ik, daar heb ik dan ook weer geen zin in. Dus dan ga ik gewoon echt voor een volle dag gewoon thuis. En het masker prikt. Het is niet goed. Het is van Balea. Van DM Huismerk. Een chai maskertje. En wat ik wel thuis kon doen is 2 nieuwe t-shirts shooten. Die al 2 weken of een week binnen zijn. Echt heel erg leuk zijn ze trouwens. Ik heb ze net voor het eerst gepast. En deze valt een beetje oversized. Soms neem ik dan een maat kleiner op de foto. Maar dat ga ik bij deze niet doen. En deze. Amazing. En dat love is zeg maar met kralen. Of pailletjes. Maar deze week, als het goed is, komen er ook nog 2 blouses binnen. En aangezien ik me ook helemaal niet zo goed voel qua mijn huid en zo, denk ik van ja, ik ga toch niet nu helemaal dat... Hey liefje. Helemaal dat nu klaarzetten. Terwijl ik daar heb ik nu niet echt zin in. Terwijl ik dan morgen of overmorgen weer 2 dingen binnenkrijg. Dus ik ga gewoon wasjes draaien, keuken opruimen. Dat soort dingetjes. En als de zon straks doorkomt op het balkon, ga ik lekker op het balkon zitten. Even geen make-up op mijn gezicht. En dan gewoon accepteren dat dit een relaxdagje is. En ik heb ook niks te editen of zo, dus dat is ook jammer. En ik heb ook geen YouTube ideeën, dus ik kan ook geen video opnemen. Dus het is gewoon acceptatie, niets doen. Dus saai, sorry. Ik vermijd echt even mijn gezicht. Orders aan maken. Dus het is voor me echt weer een tijdje terug. Ik vind het wel heel leuk om het weer te doen. Ik was er echt een beetje uit, maar leuk. Dit zijn gewoon de old school handgeschreven pakketjes, gewoon de sieraadjes. En 2 crackers met 70% minder koolhydraten. Droog. Nee, ja, nee, sorry. Het is nu na schooltijd en we gaan varen. Spontaan idee van een collega. Echt volle zon. Ik moet deze dieren op de film zetten. Jongens, kijk die koe in het water. Oh, kijk hoe lief. Dat jij het hebt vanuit. En dat doe je zo? Oké, nou, ik zit op de boot met mijn collega's. Het is echt heel leuk. Wil je erop? Wil je erop? Dit gaat zo vaak. Gaat ze op YouTube zetten. Nee! Mag jij stem erop? Nee. Oh, wil je erop? Stem mag altijd. Echt? Dat is echt leuk! Oh, jee! Privacy! Nee, dat doen we niet aan. Het is heel gezellig. Hallo. Het was echt mega leuk. Ik zit nu even aan een lekkere koffie met sojamelk. Ziet er echt heerlijk uit in deze beker met van die kruiden erop. Om nog even wat aan mijn avond te hebben. Want zoals je kan zien ben ik behoorlijk zwarte wallen ingekakt. Dit zit er nog steeds. Het was zo ontzettend leuk. We waren best wel met een klein clubje. Het was dus gisteren, eind van de dag stuurde een collega die een boot heeft. Of via vrienden ineens van wie wil er morgen varen. En ik dacht iedereen gaat mee. Maar het waren er dus niet eens heel veel. Maar het was zo leuk. En ik vind het zo leuk om mijn collega steeds wat beter te leren kennen. Het was echt heel gezellig. En ja... De weekvlog is wel echt mega saai. Als het goed is ga ik morgen met Susanna, mijn nichtje, wat leuks doen. Mijn haar is donker. Wow. Ik kijk Love Island Australia voor de herrie op de achtergrond. Het is nu 7 uur en ik drink koffie. Is dat doen? Nee, dat kan nog wel. Hallo allemaal. Het is vandaag zaterdag. En ik ben een beetje laat. Het is heel erg gevoel was van mijn buik. En toen ging ik nog steeds op de trein. Maar ik ben nu op Waterlooplein. En ik ga nu lopen naar Rembrandtplein en dan ga ik bij Sla eten met Susanna. Oké, jongens, ik heb hier Susanna. Hallo. Weer de Green Veggie Burger Salade. Alleen ze zei heel eerlijk van de veggie burgers zijn niet zo goed gelukt dit keer. Dus nu had ik in plaats van 10,90 heb ik 9 euro betaald en heb ik zonder veggie burgers. Want hij vult zo erg dat ik ook niet iets anders hoef in plaats van dat. Kijk hoe enorm. Zo lekker. We survived the escape room. Cute.
nice dress. Ew. Ew. I have to take my first bite. So good. Susanna wil een soort van sexy foto maken. Ik zeg net tegen haar, ik wil een foto waar ik zo lach. Dus ik ga zitten en ik lach één keer en ze klikt. En ze kijkt me zo aan van dat ik me echt zo awkward voel van het was echt mega lelijk. Dus ik zeg, laat het me zien, want dan weet ik hoe ik moet doen. Nou, het was gewoon vet leuk. Het is gewoon één shot nu. Klaar. Ik zeg tegen haar, wat vind je van mijn baret? Zegt ze, het is oké. Dus nu zeg ik, zal ik mijn baret afdoen? Want hij vindt hem niet leuk toch? Dus ja, yeah, I like it. Oké, okay, wait, I think I want to remove my baret. You have to see, when I remove it, you will be shocked about how big my forehead is. I swear. Okay. Really, no. Right? No. My forehead is so big. Okay, so now I change my hair. I make it so much better. No, yeah. Liar. Here, you should wear it. Oh, you can make it tighter. Oh my god. Oh. There's not a pen. Oh, wait, what is this? Oh, that's schattig. Oh, can I make a picture for you for the website? You don't, you're not even on my website yet. No. I have to use makeup. I have my makeup on my, in my bag. It's too small now. Here, you should. I look too ugly today. Why? Oh, that's so cute. Oh, yeah. No. Pretty. Okay, we're going to make a picture of you. Nee, dat is ook wel leuk. Pas op voor de koffie. Kijk, jongens. Dus kan je even goed zien hoe die bij mij staat. Ik heb een heel groot voorhoofd. Dus bij mij valt de baret zeg maar niet helemaal zoals het hoort. Maar ik vind hem bij mij ook leuk staan. En zij heeft zeg maar een klein voorhoofd en dan valt hij echt goed. Actually, you should also wear it like this. Like one side more up. But you look so French. Okay. I'm French. See how good it is. See how good it is. Oh my god. Oh, I want this. Oh, this is so good. It's pretty, huh? Yeah. Yeah. You see how happy I am that it looks good on you? Okay, is this recording? Ja. Oké, Susanna had echt heel veel zin in iets van taart. Dus ik zeg, oké, je moet naar drie grafjes. En ik mag het eigenlijk niet, dus ik heb wel een vork. Ik mag één hapje. En dan gaan we denk ik ook een foto maken. Want dit is echt te slecht, maar dit is zo goed. Oké, you should try it. I'm curious what you think of it. Is it... I hope it's soft, because sometimes it's dry. Oh, but it's super cool. I don't know. Is it good? Is it not dry? Ja, want vroeger kwam ik hier, maar het is echt heel goed. En tegenwoordig vind ik hem wel minder. Try it. It's too cold. Hmm. I think it's not. Ik neem dit. Je moet meer taart eten. Meer? Kijk die kleine armpjes. Eat, 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 eat. Wat vonden jullie leuker staan? Dit? Met dit, deze hele lap hierachter, of de baret. Dan is echt de baret. Ik ook. Ik keek net die foto terug dat ik moet lachen. Die is echt heel erg leuk geworden. Dit is een beetje saai. Een beetje juf Charlotte. Ja, it's more fashionable. Ja. Oké, okay, ik krijg best wel vaak de vraag van Charlotte, weet jij vooral kerstdingen zijn? Dus ik denk ik film het even voor jullie. Kijk dan. Moet je wel even scherp worden? Kijk, ik geef jullie even een look. Dit. Kerstballen met sieraden. Dit. Dit is niet. Een beetje. Echt. Dit is echt. En zeg maar zo'n heel bekend merk. Verkoopt ook dit soort dingen. Maar dit is van plastic, maar het is best wel chill eigenlijk. Echt de mooiste dingetjes. Wow, dus volgens mij is er vorig jaar nog niet zoveel, toch? Het is gewoon nog leuker dan de Action. Wow.
dit zelfs leuk om cadeau te geven. Mega mooie kaarsen, mega mooie kandelaar dingetjes. Hele leuke mokken, tasjes. Hele schattige kaarsjes. Dit zijn vaccinelichtjes. Kijk hoe leuk. Dit. Ik ga het niet kopen. Ik zou hier echt een shoppen wat willen opnemen en alles kopen, maar ik ga het niet doen. Mannen dingetjes. Het ziet er echt mega leuk uit. Oké, mijn eerste gedachte hierbij was, ik moet dit echt hebben. En de tweede gedachte is dat ik hem misschien toch een beetje te kinderachtig vind. En hij is er alleen maar in hesjes, maar ik denk dat ik hem alsnog niet zou willen. En dit vind ik ook niet zo leuk. Dit ook niet. Het is een beetje zo van dat je denkt, je hebt net niet begrepen wat de trend is of zo. Toch? Een beetje heel erg heftig. Nee. Nee. Ze hebben voor 12 euro. Het licht lijkt niet zo leuk, maar echt het leukste pyjama ever. Dit is zeg maar een heel chill model. Maar dit is echt enorm. Dit is de laatste. Voor maar 12 euro met een broekje erbij. Maar het is echt te groot. En het licht lijkt hier niet leuk, maar hij is echt... Het is zeg maar gewoon zwart met leopard erop. Hij is echt amazing. Zo jammer. Oké, ik ben een beetje in shock, want ik heb het idee dat ik een beetje van mijn kinderachtige fase af ben. Bij dit denk ik echt, wat een troep. Deze is trouwens wel best mooi. Maar zelfs bij deze, van Pusheen, denk ik, dit kan toch niet in je woonkamer meer. Kom op zeg. Ik heb er al een van Pusheen. Maar normaal zou ik deze meteen kopen. Deze is echt wel... Oh, is ook Disney. Hij is wel heel chic. Kijk, ze hebben echt zieke Harry Potter obsessie dingen. Moet je kijken. Hij lijkt er alleen... Oh, dat is Hagrid, Hermeline. Echt niet normaal. L, ik weet even niet meer hoe die heet, Hedwig. En dit, ik ga het allemaal niet kopen. Allemaal niet. Allemaal niet. Nope. Het is echt heel cute. Nee. Ik wil wel echt even echt een mooie deken kopen weer eventjes. Een schone, frisse. Oh my god, iemand liet een hele erg puff die net langs mij liep. Dat is nog erger dan Bobby's puff. Kijk, dit is dus wel mooi. Echt een mooie is dit. Ook zacht, maar ik wil liever een bruin tint. Ja, dit is heerlijk. Ja, onze kleedjes zijn zo vies omdat de kat er altijd op gaan liggen. Ook mooi. Ja. Dit even eroverheen gepast. Ik vind het wel leuk. Ik heb net een beetje een maatje te groot gepakt. Net een beetje een maatje te groot. En ik denk dat mijn buik komt er nog onder. Dat vind ik het meestal niet zo leuk, maar ik vind hem wel heel leuk. Ik twijfel. Ik vind hem echt wel leuk. Ja, moet ik nu helemaal een maat kleiner gaan zoeken? Ik denk dat ik het niet ga doen. Ik heb net voor 18 euro aan dingen van Andico gehaald. Voor kant-en-klare wraps en kant-en-klare broodjes. En ik heb even sashimi besteld, omdat het niet wat hij is. Bij de sushi. Oh, ik heb mijn beret erop. Ik voelde hem niet. Ik laat even zien wat ik bij de Primark heb gekocht. Een broek. Nieuw improved sizing. Ik zocht eigenlijk een ander stofje, maar ik ga het verhaal niet vertellen, ik ben te moe. Deze broek, slaapbroek, voor white leg. 6 euro maar! Wow, hij is echt wel leuk. Ik had de XL onder mijn jurk gepast en die was veel te groot, dus toen hoopte ik maar dat dit een goede maat was. Ik ben echt een beetje heel erg moe. En corduroy, dat stofje vind ik echt amazing. Een blazer. Best wel lange blazer voor 25 euro. Die krijgen jullie vast nog wel te zien. En ik ga zaterdag dus naar Zwitserland. We hebben alleen handbagage. Want ik heb dat volgens mij wel, maar ik zou echt niet weten waar. En ik betaal liever 1,50 dan dat ik paniek heb dat ik het niet kan vinden. Nieuwe watjes. En deze, omdat ik dit wel heel erg leuk vond. Het is wel duurder geworden trouwens, die nepnagels. Of deze zijn gewoon bijzonder. Dat wordt iets scherper, maar ja. Omdat ik met Rebecca's Halloween feestje een soort van... Ik zag het bij de Kruidvat Instagram pagina. Een soort van doll look wil maken. Gewoon best wel simpel. Maar dan vond ik dit er wel cute bij. En nu ga ik even lekker television kijken. Ik heb net mijn make-up van mijn gezicht afgehaald. En niet van mijn ogen. Nou. En altijd moe aandag Amsterdam. Het is ook al bijna 9:30. Het is wel leuk om niet vaak naar Primark te gaan. Want dan zie je echt veel leuke dingen. Ik was nu niet echt in de mood om veel te halen. Ik ben sowieso wat minder. Sinds ik een webshop heb. Maar de katten vinden het ook fijn als ik niet te vaak ga, want dan genieten ze er meer van. Nu vindt hij het weer helemaal leuk dat hij een tas heeft. Ook echt een grote. Als we er te vaak in hebben, dan vindt hij het niet zo leuk. Iets van 34 euro uitgegeven, best wel netjes. En nu ga ik lekker in deze chill outfit met
Ik vind het zo leuk met lang haar dat je vlechten kan dragen, jongens. Maar er moet echt wat van mijn haar af. Deze chill outfit met een kopje thee en met sashimi. Lekker op de bank hangen. En het is al 9:30 hoor. En trouwens, mega lief zijn er deze oorbellen. Combi. Het zal natuurlijk weer niet scherp. Nou, dit zijn dus 5 sterretjes van stainless steel. En deze zijn zo mooie kwaliteit. Oh, ik heb ze verkeerd om. Deze moet aan mijn linkeroor. Maar echt. En voor deze krijg ik heel veel complimenten. Oké, sashimi time. En appeltaart thee tijd. Klinkt lekkere appeltaart thee. Oh ja, kijk, ik heb dus allemaal werpjes gekocht van jou. Voor on the go. Goedemorgen jongens, ik was even mee bezig met mijn make-up en een on the go opnemen. Dus niet koolhydraatarm helaas, maar voor on the go. Heel lekker. Een short uit de webshop. Ik wil niet wakker worden vanochtend, Ruben ook niet. Ik heb tot 12:30 geslapen, niet normaal. Ik ga even kijken wat ik precies ga doen. Maar Ruben moet echt over 2 uur al werken, dus... Het zal niet heel boeiend worden. Dit is echt zo'n shirt die ik heel snel als thuisshirt wil dragen of als sportshirt, want die zo lekker zacht is. Dit is echt zo'n heel chill stofje. Maar dat gaan we niet doen. Wij zijn op de bus op Zij. Zij, laten we niet weer naar het bos gaan, want er is een volle schaduw. We wilden wandelen, maar dat is steeds zon op onze rug. En nu rechts op ons gezicht, dus dat is heel erg fijn. Niet zoveel te vertellen verder. Ik vind het jammer dat deze week vlog zo kort is. Volgende week ga ik dus zaterdag om 5:00 vliegen naar Zwitserland. En ik heb maandag ouders gesproken, donderdag ouders gesproken. Hallo Ruben. Kijk, ik vind dat Ruben er heel leuk uitziet. Met zijn trui kocht ik dus vroeger vaak voor hem voor verjaardag van Colorful Rebel. En soms herontdekt hij ze weer heel leuk. Wel dat het een beetje te warm is eigenlijk geweest. Maar... Te warm. Hoe is die bril, Ruben? Jamie. Op Instagram foto van vandaag heb je die ook op, hè? Ik heb Jamie wel van Iemke. Heb je die foto gezien? Dat je het lelijk vond. Zie je op mijn open hoofd het zo? Ja, jouw lippen zijn echt heel klein daar. Zo. Je zit wel hier. Ja. Nou, zo zitten we. Hallo. Ik moet best wel veel vertellen. Oh, totaal niet interessant hoor. Maar... wat was het nou? Ik ben zo moe. Dat ik een paar zo veel nieuwe producten heb gebruikt deze week trouwens. Ik heb net de Bumble en Bumble shampoo gebruikt. Ik ben benieuwd. Maar ik ben gewoon te moe om over te vertellen. Dus dat doe ik wel in de volgende week vlog. Ik heb net Weight Watchers voor 3 maanden gekocht. Dat vertel ik ook wel in de volgende week vlog. Ik ben nu te moe. En het is heet, het is oktober en het is 24 graden binnen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik zou het super leuk vinden als je duimpje omhoog doet als je deze video leuk vond. En heel erg bedankt weer voor het kijken. Ik zou het ook heel leuk vinden als je een leuke reactie achterlaat. Of überhaupt een reactie, zodat ik weet dat je hebt gekeken en wat je ervan vond en dat soort dingetjes. En dan zie ik jullie weer bij de volgende weekvlog natuurlijk. Ah, nog steeds, hè? In de tussentijd op Instagram. Doei!